Welkom bij Expert Slotenmaker. In deze video wil ik jullie laten zien hoe wij een slot met kerntrekbeveiliging openen. Het kan er op twee verschillende manieren. De eerste manier dat je in één lijn dat je gaatjes door middel van een 6 mm boortje dat je gaatjes naast elkaar kan boren. Nou, eentje aan de onderkant en één lijntje aan de bovenkant. En dan boor je de bovenkant ook gaatjes door middel van een 6 mm naast elkaar. Omdat je dat hele stukje zo eraf kan halen. De tweede optie, dat kan door middel van gaatjes boren waar de schroeven in zitten. Eentje aan de onderkant, in het midden en boven. En ik kies er zelf altijd voor de tweede. Nou, ik ga er gelijk mee aan de slag. Even veiligheidsbril opzetten. Dat is open. Laatste. Bij deze kruk zit er de schroefje gelukkig wel aan de buitenkant. Dus hoef ik hem alleen maar los te draaien. Zit er de schroefje aan de binnenkant? Dan moet je even door middel van een slijptolletje even eraf slijpen. En dan is de kruk er ook af. Nou de kern is eraf. Zet ik er cilinderbreker erop. Ga ik de cilinder nou door in tweeën breken. De cilinder is eraf. Nou, de andere kant is eraf.
Zo is het open.